Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. De familie Kik vlogt alles over hun privéleven. Ook van hun kinderen. Pap, mam, dit is Mo. Hey, kikkertjes. Hier is Mo, het nieuwe vriendje van Daisy. Echt hartstikke leuk om jou te ontmoeten, man. Heel erg leuk. Nou, zoals je ziet, nemen wij hier alles op voor onze familievlog. Ja. Familievlog? Ja, wij zijn de vlogfamilie Kik. Ja, ja. Kijk, als je dat niet vertelt. Nou, hier. En dit is een quitclaim. Ja. Hiermee geef jij toestemming dat we alles voor jou mogen filmen. Moet je daar even tekenen. Mo gaat echt niet in onze vlog. Nou, als Mo date met onze dochter, dan is hij gewoon in onze vlog, hoor. Absoluut, wij mogen alles filmen. Echt, ik haat jullie zo erg. Nou, filmen. Blijf filmen. Dit is goud. Hey, kikkertjes, dit is de familie. Kik! En vandaag gaan we acteren in een film. Hallo, we gaan figureren, niet acteren. Ah ja, wat is nou het verschil? Dat we geen tekst hebben. Jo, het maakt niet uit, we gaan ontdekt worden, hè? Echt wel, en dan krijgen we onze eigen film. Familie Kik the Movie. Wow, word ik misschien wel actieheld, ja. Zoals James Bond. Ja, dan word ik een Bond girl. Jij een Bond girl. Hoezo? Waarom niet? Hallo. Hey, hallo. Familie Kik? Ja, wij zijn vlogfamilie Kik. Je mag hier even wachten, dan kom ik je zo ophalen. Ja. Hoezo wachten? Ja. Ja. Kom, ga gewoon even kijken. Pap, we moesten toch wachten? We zijn toch een vlogfamilie? We komen hier gewoon om te vloggen. Gewoon even kijken. Wauw, hey, hey. Kijk nou die camera's en die lampen. Ja, met een klein cameraatje wij hebben. Een groot bukkelje. Hey, kan jij straks even een mooi close-upje van me maken? Zo, hey, hey. Ja, doe. Ik ben even druk bezig. Oké. Nou, we zitten hier dus op de filmset. We zitten in een restaurant aan een tafeltje. Ja. En we mogen dus niet praten. En we mogen ook niet vloggen, maar ik zet de camera natuurlijk wel stiekem aan. Ja, hey, film dit. Ja. Hey, en zo dadelijk gaat die ene man gaat dus zo dadelijk een fles kapot slaan op het hoofd van die andere man. Dus kijk, jongens, kijken. Kijk, het is cool, joh. Oké, zijn we klaar voor? We gaan draaien. Ja. Sluit. Loopt. Camera. Loopt. Sleet 21, D2. En actie. Vuile hond! Je moet toch pijn hebben gedaan, of niet? Nee, pap, dat doet niet pijn. Ons van speciaal suikerglas gemaakt. Dus het doet niet pijn als het op iemands hoofd slaat. Ja, ik vond het gewoon zo ongelooflijk kik. Het is echt zo te gek om mee te maken, dit. Het is echt... Figuranten, jullie moeten echt absoluut niet praten. Mag echt niet. En doe die vlogcamera weg. Kom. Nou, sorry, hoor. Meneer Mr. Sick. Ja. Nou, we zijn dus weggestuurd van de set en we moeten dus hier wachten, achter het decor, op de volgende scène. Maar dit zijn die flessen van suiker... Suikerglas. Suikerglas, ja toch? Hé, hey, Delana, sla jij er eentje op mijn kopstuk? Nee, pap, dat mag niet. Is toch leuk voor de vlog? Nee. Kom man, sla me op. Ja, doe ik het wel. Deze even filmen. Ja. Even filmen. Deze, pak even aan. Pak die camera aan. Ja. Oké, okay, doe ik het zo. Ja. Suikerglas. Ik ben een boef. Ja, lachen. Ja, is lachen. Oké, okay. Doe me net alsof. Ja. Hey. Pak aan, schurk. Michael, het was een echte fles. Nou, kennelijk was het toch wel hard, die fles op zijn hoofd. Dus hij moet nu een foto laten maken van zijn schedel in het ziekenhuis. Doei, mam. Ja, waar ga je naartoe? Ja, naar school. Ja, tuurlijk, joh. Ga maar weer naar school. Nou, als je het een leuke video vond, abonneer je dan. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Duimpies. Bye, bye. Operazanger Tony heeft zijn roeping gevonden in het maken van kinderliedjes op YouTube. Zag Lucas, vraag je over dat Dikkie Dikkie liedje. Zou je daar niet mee kunnen doen? In beeld? In beeld, ja. Zeg jij eens, my name is Dikkie. Dikkie, Dikkie, Dikkie. Hier, met deze pruik op. My name is Dikkie. Dikkie, Dikkie, Dikkie. Nee, ik vind niks. Nee, ik mis inleving.
denk dat het toch beter is als ik het zelf doe, in dubbelrollen. Dubbelrollen? Mhm. Maar dat is echt heel veel werk om te filmen. Ja, en daarom ben ik zo blij dat jij voor mij het camerawerk wil doen. Nou, ik ga lekker repeteren. Dag lieverd, tot straks. My name is Dickie. Dickie, Dickie, Dickie. My name is Papa. Pop, 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 pop. Dickie, Dickie, Dickie. Pop, 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 pop. Dickie, Dickie, Dickie. Pop, 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 pop. My name is Brum, 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 Brum. My name is Dickie. My name is Papa. Dickie, Papa, Brum, Brum. Dickie, Papa, Brum, Brum. Dickie, Papa, Brum, Brum. Pop, 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 pop. My name is Lola. Lola, di Lola. My name is Dickie, Dickie, Dickie. My name is Pop, 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 pop. My name is Brum, Brum, Brum. Dickie, Papa, Brum, Brum. Lola, di Lola. 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 Vloggers Ans en Johan willen er graag goed uitzien in hun vlogs. Johan, ja? Ik vind jou toch wel leuk, hoor, met een baardje. Een baardje? Dat staat mij toch totaal niet? Jawel, kom eens kijken. Ja, maar ik heb toch nooit een baardje? Straks herkennen de kijkers me niet eens meer. Dan zeggen ze, waar zit er nou voor man naast Ans? Maar jij moet wel met je tijd mee, hè, Johan? En zo'n baardje, dat is hartstikke hip. Nee, ik vind het niks. Als jij jezelf serieus wil nemen, Johan... He, als vlogger, als challenger. Dan moet jij zo'n baardje laten staan. Nee, Ans. Ik heb er geen zin in. Ik doe het niet. Ja, daar zijn we weer. Ans en Johan. En we hebben weer een te gekke challenge vandaag. En wij hebben ook 4 reacties gehad. Maar liefst op onze vorige challenge. En Brenda die schrijft bijvoorbeeld... Goh, Ans en Johan, jullie challenges zijn echt het licht van mijn dag. Want ik lig in het ziekenhuis, ik heb een depressie. Mijn hond is vorige week overleden. Nou, dat vinden Johan en ik schitterend om te horen. Dat doen we het voor, Brenda. Ja, en wat gaan we doen? Het heet verboden te knipperen. Hoe werkt dat nou? Heel eenvoudig. Wij hebben 2 stapels met boeken gemaakt, zoals je ziet. Johan, ga er eens even tussen liggen met je hoofd. Zie, Johan gaat ertussen liggen. Ja. Ik heb hier een glasplaat van zonde gehaald. Die leg ik erop. Zo. En dan gooi ik dus steeds iets op de glasplaat. En Johan mag niet knipperen. Ik gooi bijvoorbeeld deze sleutelbos. Dan is gewoon mijn eigen sleutelbos. Johan, ben je klaar voor? Jazeker. Komt-ie. Ja, Johan, jij knipperde, ja. Kom maar kijken in de slow motion. Kom maar gaan, ik echt? Oh ja, ik knipper, ja. Dat had ik totaal niet door, wat gek zeg. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Nou, Ans, dan mag jij gaan liggen. Dat is goed. Dan ga ik bij jou bijvoorbeeld een bal erop gooien. Dat is helemaal goed, Johan. Oké, Ans, daar komt-ie. 1, 2... Knipperde jij nou? Nee, ik knipperde niet. Nou, laten we eens even kijken in de slow motion. Ja. Johan, kijk, ik knipper niet. Oh, nee, inderdaad, jij knippert niet. Wat goed, zeg. Ga maar liggen, Johan. Wat goed. Echt goed voor jou, Ans. Ja, maar goed, als ik er eenmaal in zit, dan ga ik ervoor, hè, Johan? Zo ben jij, dat is karakter. Hartstikke idee. Nou, ik ga het een beetje moeilijker maken bij Johan, want ik ga een glas water op de glasplaat gooien. Spannend. Ben je er klaar voor, Johan? Jazeker, en ik ga niet knipperen. Dat gaan we nog wel eens zien. Komt-ie. Je zit nou al heel erg te knipperen, Johan. Ja, dan is toch gewoon mijn natuurlijke reflex als er water op me afkomt. Ja, daarom heet het ook een challenge, maar het is 1-0 voor mij. Ja, dat zal wel, maar nou ga ik het ook een stukje moeilijker voor jou maken, Ans. Ik heb namelijk een hele grote bak vanillevla. Probeer jij maar eens niet te knipperen. Nou... Ik wacht het gewoon af, want ik voel het 2-0 aankomen. Ik ben hier goed in, hoor. Nou, daar zullen we nog wel eens zien. Hier, komt-ie. Hey, Jan, kom daar.
Goh, Johan, non de ju! We werden voor oelewappen of ik eet in de glasplaat! Oh, Ans, maar erg. Oh, Ans, het spijt me echt heel erg. Ik ga een doekje halen. Ja, een doekje. Ik zit helemaal onder. Ik kan best zo goed meteen onder de douche gaan. Gadverdakken. Ja, mensen. Ik heb helaas vla in Ans gezicht gegooid. Dus we hebben de challenge helaas vroegtijdig moeten afbreken. Laat maar gewoon zeggen dat het gelijkspel is geworden. Ik stond 1-0 voor, Johan. Ik heb gewonnen. Oké, Ans heeft gewonnen. Nou, geef ons een duimpje omhoog. En heel graag tot de volgende keer. Doei. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goede nacht en vlogzacht.